saaie notaris noemden. En dat is dan zo geëvolueerd naar ik ben de man van het beter bestuur. En nu willen ze proberen, in tegenstelling tot wat wij hier vandaag gedaan hebben met een toekomstprogramma voor Vlaanderen en een concreet toekomstprogramma voor Vlaanderen, willen zij proberen om de kiesstrijd te beperken tot de vraag is de term een goede bestuurder. Dat is oude koek. Dat is wat de oude CVP vroeger zei. Die hadden ook niks. Die hadden geen ideologie, die hadden geen boodschap. Die zeiden alleen maar, wij zijn al 50 jaar aan de macht en laat ons gewoon voortdoen. Een variant op het goed bestuur. En dus men zou denken dat de CD&V daaruit conclusies heeft getrokken en dat die zegt, nee, we moeten toch eens proberen te gaan zeggen waar het over gaat. En ik hoor, vanmorgen op de zevende dag een debat gehad. Plots blijkt daar een partijideoloog te zijn opgestaan, een zekere Wouter Beke, een senator. En die man heeft een boekje geschreven, zelfs niet eens bedoeld als CD&V-ideologie, maar goed, dat wordt nu gepresenteerd als een CD&V-ideologie. En lees dat boekje, ik hou dat tegen het licht. En dat blijkt niet veel meer te bevatten dan wij zijn tegen de liberalen, want de ik-maatschappij van de liberalen moeten wij vervangen door een wij-gevoel. Zoiets in die aard. Meer is het niet, nog wat respect en zo erbij. En dus gaan ze proberen, die CD&V, om dat als de ideologie van de CD&V te verkopen. Die andere partijen, wij zelf niet. Wij hebben geen tekort aan ideologie. Wij hebben een ideologie die is een ideologie van beton met decennia traditie. Die van het Vlaams nationalisme. Met eigenlijk heel kort de identiteit van een taal, van een cultuur, van een volk. De identiteit van een beschaving, de Europese beschaving. Die is het beschermen waard. En daar moeten wij energie in steken en wij willen een overheid die niet verwaarloost. Dat is min of meer het programma. Vlaanderen eerst, eigen volk eerst. En wij hebben een aantal vertakkingen. We hebben een aantal vertakkingen naar geborgenheid in normen en waarden, naar veiligheid in de strijd tegen criminaliteit. En globaal genomen hebben wij helemaal geen tekort aan ideologie, maar gevoeld al, direct... Dat is iets helder, dat is klaar, dat is pompwater. Daarmee kun je van de kleinste partij de grootste worden op enkele jaren tijd. Omdat dat iets is dat beantwoordt aan een nood die aan het einde van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw gecreëerd is door de omstandigheden. En iedereen voelt aan dat daar poeier achter zit, dat daar toekomst in zit. Wel nu, die anderen... Die helemaal leeggelopen zijn nadat de godsdienst uit de samenleving verdwenen was voor de CD&V. Of nadat het marxisme in elkaar gestort was voor de socialisten en consorten. Ja, die anderen zijn nog altijd op zoek naar ideologie. En dus eerlijk gezegd, ze doen maar in vergelijking met onze ideologie, is al die ideologie van die anderen, dat is maar slappe soep. En als ze het daarmee moeten gaan doen, dan staat het er niet goed voor indien zij een verkiezingscampagne aandurven over de inhoud, over het programma, over de toekomst die Vlaanderen moet hebben, dan is er maar eigenlijk, afgemeten aan de ideologieën van de verschillende partijen, is er maar één partij die in staat moet geacht worden om de verkiezingen te winnen. En dat is het Vlaams Belang. En dus, de CD&V zal het moeten doen. De CD&V zal het moeten doen zoals... De SPA het moet doen met de benen van Freya, zal de CD&V het moeten doen met de vraag of Le Terme er nu schoner of niet schoner uitziet, met of zonder bril. Zo, dat soort verkiezingsdebatten. Maar eigenlijk over de inhoud zullen we niet veel strijdperk zien. En ten andere, die CD&V, die is voor mij niet meer geloofwaardig. Niet alleen als alternatief niet van paars, maar ook niet op zichzelf. Want zij hebben in de afgelopen jaren... Eén kans gehad, een unieke kans, een historische kans gehad, om datgene te doen wat zij aan de kiezer zegden dat ze gingen doen. Namelijk dat ze voor de verkiezingen gingen blijven aankondigen, iets beloven, dat ze dat ook na de verkiezingen zouden doen. Dat verschil gingen ze maken met paars. Een inhoudelijk verschil van de vastheid aan hun principes, of van de getrouwheid aan hun beloften die ze aan de kiezer hadden gedaan. Die ene historische kans, u kent ze, die ene historische kans hebben ze gehad in 2004. En ze hadden de mogelijkheid gehad om het te doen, maar ze hebben het niet gedaan. Dat was de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Dus eigenlijk, voor degene... die tegenover die puinhopen van paars
de gedachte, en u zult ze misschien tegenkomen in de komende weken en maanden, de gedachte zouden durven hebben dat de CD&V misschien een alternatief is samen met hun N-VA-aanhang. Er is het vanachter op de hoedenplank, herinnert u dat nog? Vanachter op de hoedenplank, daar zaten ze soms van die hondjes vroeger. Ze zien er soms nog, met zo'n wiebelend hoofdje zo. Dat is de plaats van de wever in de CD&V. Die CD&V is geen alternatief voor paars. Als ze het zou willen zijn, dan moet Vlaanderen ervoor zorgen dat dat niet kan. Want dat is zeer belangrijk. Vergeet ook niet, vrienden, in uw argumentatie, dat Diele Terme een kazakkendraaier is. Ook al oude CVP, die kenmerken. Hij is een kazakkendraaier. Niet omdat hij in Wallonië nu overal gaat zeggen dat hij niet de boze wolf is, oh god. Hij moet zijn kansen veil houden, want inderdaad, wie er premier wordt in dit land, wordt niet beslist door de Vlamingen en ook niet door de Vlaamse kiezers, maar door die roepo. Nee, hij is een kazakkendraaier, omdat je nooit mocht vergeten dat die man die voor democratie pleit en voor zoveel mogelijk openheid in de samenleving en respect in de samenleving, dat het die man is die tot in het laatste dorpje van Vlaanderen is gereden om daar zijn militanten onder druk te gaan zetten. Tegen de mogelijkheid dat die militanten in hun gemeente zouden besluiten na 8 oktober dat het genoeg geweest is, dat de manier waarop ze uitgebuit of vernederd of wat dan ook werden, dat het genoeg geweest is en dat ze een coalitie zouden durven sluiten met het Vlaams Belang. Diezelfde Leterme, de man, de democraat, de man van het respect, is degene die ervoor gezorgd heeft en die er ook prat op gaat in interviews dat hij er persoonlijk op heeft toegezien dat nergens in Vlaanderen welke vorm van coalitie met het Vlaams Belang dan ook kon ontstaan. Dat is de man van het respect. Wel nu, die man is geen alternatief voor paars. Ik ga niet uitweiden over het cordon sanitaire, er is hier genoeg over gezegd. Cordon sanitaire, ik vind het altijd nog het beste vergelijken met een hoofddoekje van een moslima. Ja, dus een hoofddoekje is het symbool van de angst van de moslimman. Wel nu, het cordon sanitaire is het symbool van de angst van al onze tegenstanders voor het nieuwe, voor datgene wat nodig is en voor datgene wat Vlaanderen ooit wel nog eens zal beleven. Dus vrienden, en ik rond af. Hoewel wij vrezen dat de verkiezingsstrijd dus zal gaan over benen of over brillen, ook over de vraag of Freya, die in Phuket getrouwd is, nu ja dan een echt boeddhist geworden is, dat soort vragen. Hoewel wij dat dus vrezen, staan levensgrote vragen voor ons. En voor onze kinderen vooral. En voor onze kleinkinderen vooral. Wat gaan wij doen? Ik was enkele maanden geleden nog met de Commissie Binnenlandse Zaken in Rome. Waar we een studiereis gingen ondernemen. Het leek mij wel interessant. Ik ben 3 dagen naar Rome geweest. Een studiereis ondernomen over illegalen. Nu, Italië heeft iets meer kustlijn dan Vlaanderen. Dat is natuurlijk een verzachtende omstandigheid. Maar het aantal illegalen dat daar in Italië aangespoeld is, letterlijk en of figuurlijk, dat is enorm. Wij dachten met Zapatero, die ze allemaal in één keer heeft geregulariseerd, 700.000, dat dat veel was. In Italië hebben ze op 7 jaar tijd 1,5 miljoen illegalen. Zij noemen dat daar niet geregulariseerd. Het zijn Italianen voor iets, ze noemen dat iets van het zwartwerk wordt wit gemaakt of zoiets. Maar in het Italiaans dan. En zelfs onze, ik zou bijna zeggen, maar ik ga het niet zeggen, kameraad Berlusconi. Zelfs hij heeft met weten dus 1,5 miljoen illegalen een papier gegeven, een Italiaans papier, waarmee ze allemaal in de Europese Unie op weg kunnen naar het noorden. Want daar brandt de lamp. Hier in Vlaanderen brandt de lamp. Dat soort vragen, en die aanspoeling van illegalen is niet gestopt, dat soort vragen komen op onze kinderen af. Ook vragen of wij België verder moeten dulden, omdat we zien dat het zorgt dat Vlaanderen en zijn